Deze keer zijn we in de Sint-Petersbasiliek en naast mij zit Tommy van Doren. En Tommy gaat vertellen waarom we hier zitten. Hallo Tommy. Dag Josephine. Vertel eens. Nou, waarom zitten we hier? Ja. Het is een hele toepasselijke achtergrond, dachten we. Daar ik hier nogal vaak ben. Waarom? Ik werk hier namelijk. Ja. Ik ben de vaste organist van deze kerk. Oké. Ik vond het ook eens een keer leuk om eens te informeren naar jouw beroep en te luisteren wat jij allemaal te vertellen hebt over allerlei instrumenten. Ja. Waar kom je vandaan? Ben je een echte Boxtel naam? Woon je hier in Boxtel? Van oorsprong wel. Familie komt uit Boxtel. Ik heb hier ook jarenlang gewoond tot 2001. Ja, 2001 heb ik in Boxtel gewoond. Toen ben ik hier ook altijd naar school gegaan. Middelbare school heb ik hier ook doorgelopen op het Jacob Roelands Lyceum. Wij zijn verhuisd naar Liemt op een gegeven moment en enkele jaren terug naar Schijndel, waar ik dus nu nog steeds woon. Maar de verbinding met Boxtel is eigenlijk een soort rode draad, want ja, ja. Je komt er toch vandaan. En je roots. Precies, ja. En ik ben hier heel vaak natuurlijk in de kerk, hier bij het orgel. En alles baseert zich toch een beetje rondom Boxtel, dus. Ja, en je bent een jonge vent. Zeggen ze, zeg ik dan. Zeg jij. En ik vind dit toch een apart beroep wat jij doet. Hoe kom je erbij? Hoe is dat gelopen voor jou om zover te komen dat je hier in de kerk speelt? Ja, een beetje een onlogisch verhaal, denk ik. In Nederland heb ik best veel collega's die net zo oud zijn als ik. En die hebben vaak toch een achtergrond van muzikale familie, kerkelijke familie, van jongs af aan naar de kerk en luisteren naar het orgel en daar op die manier een verbinding mee kregen. Dat is voor mij niet echt het geval geweest. Ik heb altijd wel iets met kerken gehad. Ik ben altijd geweldig onder de indruk van kerken, van architectuur, van hoe ze eruit zien en hoe ze klinken. Ja, dat is voor jou nou helemaal belangrijk natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En zeker zo'n imposante kathedrale ruimte als dit. Want de akoestiek hier, nou, dat horen wij nu ook. Dat is geweldig. Ja. Dus die hele, dat oergevoel zou ik het bijna willen noemen van een mens die in een enorme ruimte komt, dat is er bij mij altijd wel in geweest. Naast een grote interesse in geschiedenis. Mm-hmm. Maar dan ga je nog geen orgel doorspelen. Nee, een orgel is toch niet zomaar het eerste beste instrument waar je aan denkt, hè? Nee, was het voor mij ook niet. Ik ben begonnen met piano spelen toen ik 7 was. Dat ben ik uit mezelf op een gegeven moment gaan doen. Omdat je het leuk vond of omdat je het moest? Want vroeger was het ook wel eens dat ouders wilden dat hun kinderen een instrument gingen bespelen. Nee, ik moest het niet. Ik wilde het wel zelf. Ben pianolessen gaan volgen, maar ik was geen voorbeeldige leerling. Ik studeerde eigenlijk nooit. Dus dat is heeft zo jaren doorgeduurd eigenlijk, maar ik wilde er ook niet mee stoppen. Het was wel jouw ding, maar niet helemaal. Ja, ik wilde wel, wat ze dan zo mooi zeggen, iets met muziek doen. Maar piano, dat was het niet. Dat wist ik wel vrij snel. Maar het is wel handig gebleken om basale muzikale vaardigheden te krijgen en noten lezen en wat techniek. Dus dat heb ik zo wel een aantal jaren gedaan, maar op een gegeven moment is dat toch een beetje gaan slijten. Ja. En toen ben je begonnen met orgel? Nog niet helemaal. Ik ben pas begonnen met orgel spelen toen ik 17 jaar was. 16, 17 jaar. Nou, dan heb je net een kritiek leeftijdspunt gepasseerd. De puberteit, ja. Precies, ja. Dus mijn wilde puberteit bestond eruit dat ik de piano wat links liet liggen en ik ging gitaar spelen. Basgitaar, dat soort instrumenten. Dat doe ik nog steeds wel hobbymatig, maar dat ging ik toen gewoon voor de liefhebberij doen. Vond ik leuk. Alleen was nog niet je van het. Dat heeft er denk ik mee te maken dat ik graag alleen werk. En zoveel mogelijk zelf. Hoezo alleen werk? Liefst met jij en je instrument? Precies, ja. Dus waar komt dat dan vandaan dat je dat graag alleen wilt? Waarom is dat zo? Ja, dat zal iets in mijn persoon zijn, denk ik. Hè. Ik onderneem graag zaken alleen. En ook met muziek maken heb ik het liefste in mijn eentje een heel orkest, bij wijze van spreken. Dus ik wil niet alleen maar een melodietje spelen of alleen maar de begeleiding doen. Ik wil
Ik wilde alles, ja. Tegelijk. Ja, en dan komt het orgel wel om de hoek kijken. Want waarom dan? Dat is een instrument. In de 19e eeuw had je een componist, César Franck, die zei over het orgel, Franse componist, l'orgue, c'est mon orchestre. Het orgel is mijn orkest. Ja. En dat is wel een uitspraak waar ik me mee identificeer, want het orgel is een eenpersoonsorkest. Je hebt in je eentje de mogelijkheid om heel veel verschillende klanken te combineren en van heel zacht tot heel hard zo'n enorme ruimte te vullen. Maar het zijn wel orgelklanken. Ja. Het is niet dat je door je nou zegt van heel veel klanken, ja, je kunt er geen gitaar of een harp. Dus dat idee heb ik van een orkest, dat het verschillende instrumenten zijn. Nou, een orgel is toch ook wel een verzameling van verschillende instrumenten. Misschien is het wel leuk om een beetje in te gaan op wat een orgel nu eigenlijk is. Want als we een orgel zien, zien we een muur met pijpen, orgelpijpen. Maar daarachter zit nog veel meer. Er zitten duizenden van dat soort orgelpijpjes zitten in zo'n enorme kas. En ieder pijpje heeft een verschillende afmeting, grootte, materiaal waarvan het gemaakt is, hout of metaal. En dat beïnvloedt de klankkleur, zoals we dat dan noemen. En daardoor heb je dus registers, zo noemen we die verzamelingen. Wat? De verzamelingen van pijpen? Van pijpen, ja. Van dezelfde. Bijvoorbeeld, je hebt houten pijpen en die zijn dan voor iedere toon van de toonladder, voor iedere toets, is er één pijpje. En die heb je dus verschillende families. En die families noemen we dus registers. En die hebben allemaal een klankkleur die soms wel doet denken aan orkestinstrumenten. Veel orgels hebben namelijk een register, dat heet een trompet bijvoorbeeld. Of een violon, een viool. Dus dat heeft een strijkerig geluid, een trompet, dat is echt zo'n... Goh, dat is een heel studie wat er dan achter zit. Hè? Buiten het spelen moet je het ook snappen hoe het in elkaar zit. Precies, ja. Dat noemen ze het registreren op een orgel. Hoe verzamel je die klanken, hoe breng je ze bij elkaar en hoe blijft dat mooi helder klinken? Dat zijn inderdaad zaken die leer je door te spelen en door te luisteren ook naar zo'n instrument. Want ieder orgel is anders. Ja. Het orgel dat we in Boksel hebben, dat is een uniek instrument. Maar hierop... Waarom? Ieder orgel hoort op één plek thuis. Oh ja? Ja, een orgel kun je niet verplaatsen, heel simpel. Dit orgel is ook echt hier gemaakt in deze kerk? Het is gebouwd voor deze kerk. De orgelbouwer, dat was Smits uit Reek, die bouwde orgels, die nam contact op met kerkbesturen. Nou, die bestelde een orgel, heel simpel. En zo'n orgel wordt gemaakt in een fabriek of in een pijpenmakerij. Ging vroeger natuurlijk heel ambachtelijk, nu nog steeds. En dat wordt op een gegeven moment getransporteerd naar zo'n kerk. En dat wordt hier gemonteerd. En ja, in principe als de kerk blijft bestaan, blijft zo'n orgel daar hangen in feite. Ja. En ieder orgel wordt aangepast op de ruimte. Dus vandaar dat ieder orgel anders is. Ieder orgel is uniek. Ja. Zit daar dan ook een onderhoud aan zo'n orgel? Ja. Of niet? Of jij doet gewoon door het spelen, hou je het ook schoon? Dat is zeker zo. En dat is ook heel belangrijk. Want dat wordt vergeten. Zeker in de tijd nu van kerksluitingen worden orgels nogal eens vergeten. En als je een orgel niet regelmatig bespeelt, het bestaat uit mechanieken, het bestaat uit metaal, uit hout. Allemaal onderdelen die werken en die vast kunnen roesten, ik noem maar eens iets, leer wat uit gaat drogen. Oh, wat triest eigenlijk, hè? Zo'n orgel wat vergeten wordt omdat de kerk dichtgaat. Dat zijn hele droevige omstandigheden als je zo'n orgel wat het 50 jaar niet gedaan heeft, dat je dat weer eens aanzet, als je het überhaupt nog doet. Maar het is zeker zo wat je zegt, orgels die onderhoud je ook grotendeels door ze te blijven spelen en door ze te laten klinken. Ja. En speel jij iedere dag op dit orgel? Niet iedere dag. Tijdens de mis? Tijdens de mis speel ik op zondag. Ja. Door de week met andere vieringen, soms met concerten. Maar ik kan studeren op dit instrument. Want jij bent nog steeds aan het studeren. En dan wil je zeggen, als je een nieuw stuk hebt, dan ga je studeren op het orgel. Zo moet ik het zien. Want je kunt dat toch niet nog beter worden? Of wel? Ieder stuk muziek moet je opnieuw instuderen. En je moet het onderhouden. Als ik nou een stuk wat ik 5 jaar terug heb ingestudeerd voor mijn opleiding weer voor mijn neus zet, ja, dat speel ik niet zo weg. Dat moet ik weer, ik weer helemaal herontdekken. En dat is, zo blijf je eigenlijk aan het studeren. Ja, want je zou zeggen als er noten staan, ik ben helemaal niet muzikaal.
als dan die noten staan, dan... Maar dat is dus niet. Nee, het is niet alsof je een boek leest en ik spreek Nederlands, dus ik kan die tekst zo lezen. Ja, nee. Nee, het blijft een handeling van luisteren, informatie omzetten en de vingers ook, dat ze weten welke bewegingen ze moeten maken. Dat blijft studeren en onderhouden. Ja. Tommy, hoe ben jij hier terechtgekomen? Dat heeft te maken met het feit dat mijn eerste orgeldocent was hier organist, Jan Verhoeven uit Os. Hij was hier organist in de tijd dat ik het orgel ontdekte. En dat is eigenlijk een hele toevallige aangelegenheid geweest. Dat is dan 10 jaar geleden ongeveer? Dat is 10 jaar geleden, ja. 2007. Ja. Nee, ik zocht dus een instrument waar ik verder mee wilde. En ik zag eigenlijk heel toevallig in een krantje staan dat er hier een orgelconcert was door Kees van Houten, Bokstelse organist. Die gaf een concert en ik dacht, ach, ik vind die kerk zo mooi. Ik ga er eens naar binnen, ik ga eens luisteren. En zoals dat dan moet zijn, dan word je besmet met het virus. Ja. Dus nou, toen heb ik contact opgenomen met Jan Verhoeven, de organist hier. En gevraagd, goh, kun je hier les in krijgen? Hoe gaat dat? Ik dacht, ja jongen, kom maar. Gaan we echt waar? Ja. Dus je hebt niet op een speciaal conservatorium of iets? Dat kwam daarna inderdaad, want ik ben bij Jan begonnen. Toen had ik nog geen noodorgel gespeeld. En mijn pianokwaliteiten, die ik dus niet heel goed had onderhouden, waren inmiddels ook wel heel erg... teruglopen, ja. Het was vrij dubieus aan het worden. Maar goed, dat orgel, dat sprak mij zo aan dat ik daar ineens ook met orkaankrachten doorheen ging, zullen we maar zeggen. Dus dat greep mij zo, daar ging ik de hele dag zitten studeren. Echt waar? Dus dat was echt jouw ding? Dat was echt mijn ding. Toen kon ik ook niks anders meer. Nee? Maar leuk is het dan door toch naar zo'n concert te gaan, om dan erachter te komen van dit is het. Precies, ja. En daarna is alles heel snel gegaan in feite. En ik heb 1,5 jaar les bij Jan gehad. En toen dacht ik van, nou, ik was klaar met mijn opleiding hier op het VWO. Ik denk van, zou ik dit professioneel kunnen? Dus ik denk, ik ga een toelating doen bij het conservatorium. Nou, daar hebben ze me toegelaten, tot mijn vrij grote verbazing. Zijn er veel mensen die dat doen? Zit zo'n klas vol dan? Of gaat dat zo niet? De orgelklassen niet echt. Orgels zijn het is toch een beetje een vergeten instrument aan het worden, hè? Ja, het is een hele kleine groep die dat nog doet. Met de conservatoria zelf gaat het nog wel redelijk goed. Er zijn nog wel genoeg mensen die muziek maken. Ja. En zo. Maar ik denk allemaal veel drummen en gitaren en zo natuurlijk. Violen. Zeker. Viool, piano. Ja. Het zijn toch de populaire instrumenten. Maar orgel, daar heb je altijd nog wel een handjevol studenten van. Waardoor zo'n klas blijft bestaan. Zijn er dan ook wat bravere studenten? Want extremere, van die punkers of van die hardrockers, die zul je niet achter een orgel zien, hè? Nee. Nou moet ik wel zeggen, als organist speel je in een kerk en je hebt een bepaald imago, maar ja, ik denk iedereen die wel eens na een concert bij een groep organisten aan tafel gaat zitten met een goed glas bier erbij, dan... Dan komt het wel los. Ontdek je dingen die je niet achter dit soort de organist zoekt, die iedere zondag in de kerk speelt. Ja, dus, leuk. Want hoe lang is zo'n opleiding dan, als je naar het conservatorium gaat? Het conservatorium is tegenwoordig 4 jaar bachelor en 2 jaar master. Dus in totaal 6 jaar. Ja, heb je ook gedaan? Ik heb 4 jaar bachelor gedaan en 1 jaar vooropleiding. En toen ben ik voor orgel, heb ik mijn diploma gehaald. En toen ben ik andere studies gaan doen. Muziekwetenschap aan de Universiteit in Utrecht. Om wat meer, allround. Precies. Informatie en een breder vlak. Breder vlak, precies, ja. Want als instrumentalist zit je zo en je zit te spelen. En dat is het. Precies. Ja. En bij muziekwetenschap kun je misschien voorstellen, gaat het over een wetenschappelijke benadering van het fenomeen muziek. Ja. Maar dat gaat dan niet alleen over partituren bestuderen. Dat gaat ook over... Hoe zeg dat? Ja. Hoe zeg je dat? De bladmuziek. De bladmuziek. Dus gewoon dit boek. En die moeilijke naam was? Wat je net partituur. Oké. Ja. Dus dit is een partituur. Het komt meer voor in orkestwereld. Dan heb je het echt over een partituur. Maar het boek waar de noten in staan, de notentekst. Ja. En vroeger was muziekwetenschap de nootjes bestuderen en ontdekken waarom een componist iets doet. Nu gaan mensen, zit daar zoveel? Oh ja. Dus gaan mensen dus zich proberen in te leven waarom iemand die noten zo op die notenbalk zet?
ja, waarom doet een componist wat een componist doet? Waarom doet Bach, waarom schrijft hij een bepaalde melodielijn en zo? Waarom doet, weet ik wie, wat en zo? En waarom, ja maar, oh ja? Ja. En dan kom je toch nooit achter, want waarom? Ja, dan zou ik zeggen, ja, om die melodie kloppend te maken. Ja, nou ja, er zit achter muziek natuurlijk een grote lading muziektheorie. Zeker in de tijd, zeker met klassieke muziek. En emotie. Dat zeker, dat is heel belangrijk en dat wordt in muziekwetenschap soms nog wel eens een beetje vergeten. Ja, want ik denk daaruit schrijf je natuurlijk ook noten, ja. Hè? Vanuit een emotie lijkt mij. Lijkt ja, mij. Maar er komt ook heel veel ambacht bij kijken. Het is emotie, maar het is ook gewoon een werkwijze. Ja. Als ik hier op zondag een lied moet begeleiden, dan moet ik daar akkoorden onder zetten die passen. Daar komt vrij weinig emotie bij kijken, dat is handwerk. Ja. Natuurlijk probeer je het mooi te maken of logisch. Maar er zit een deel emotie in en een deel handwerk. En naar die beide dingen kijkt of keek muziekwetenschap. Muziekwetenschap gaat nu ook heel veel over hoe ervaren wij muziek. Want als jij nu naar muziek luistert, ja, ik weet niet of je op je iPhone muziek hebt staan. Ja. Of Spotify hebt. Of mensen hebben tegenwoordig de hele dag muziek opstaan. En dat is een hele nieuwe ontwikkeling. Dat was het. 30 jaar geleden nog niet. Nee. Dat was al 100 jaar geleden nog zeker niet. Waarom is dat? Weet je dat? Zijn ze erachter gekomen waarom dat is? Het is gewoon de technologische vooruitgang. We hebben nu makkelijk. De middelen. Hoppakee, je hebt het knopje. Precies. En je hebt muziek. Ja. En daardoor is ook de hele ervaring van muziek is anders geworden. Want ja, we hebben nu de meest rare muziekstukken kunnen we gewoon met 3 toetsen drukken oproepen. Terwijl je in de 19e eeuw moest je misschien met paard en wagen naar een grote stad om een opera te horen of iets. Of kwam je nog niet eens in die grote stad? Zou het dan wel zo zijn dat mensen minder bewust luisteren? Ja, dat is het, ja. Ja, want je zet de televisie aan, of de radio aan of muziek aan. Ja. En als, ik vind ze vooral met radio, die zet ik ooit uit vanwege ook nog het gekwebbel van die discjockeys ertussendoor. Ja. En dan ook nog muziek, waar je dan te horen krijgt wat eigenlijk niet jouw muziek is. Ja. En dan denk ik, oeh, dan zet ik hem uit. Ja. Maar is het mijn muziek, dan luister ik wel. Maar ik doe ondertussen ook wel 10 andere dingen, maar dat ik niet bewust luister. Ja, precies. Dat is precies wat er de laatste jaren gebeurt. En ik bedoel, ik doe het zelf ook, we doen het allemaal. Ja. Muziek is echt, dat is ook een beetje de ontwikkeling die je ziet met muziek de laatste jaren, is dat we kunnen allemaal niet zonder muziek. Het is zo overtegenwoordig in ons bestaan. We luisteren de hele dag door muziek. Waarom, weet je ook waarom dat komt? Waarom die mensen tegenwoordig zo'n behoefte hebben om toch constant die muziek te horen? Of daar zit die wetenschap niet, daar zoeken ze het niet uit. Jawel, want ze kijken bijvoorbeeld ook naar andere culturen. Ga je naar een Afrikaanse stam kijken, dan hebben ze misschien geen iPhone, maar ze hebben allemaal muziek, ze maken allemaal muziek, ze communiceren met muziek, maar gebruiken het volstrekt anders dan wij die de radio aanzetten en of in de auto gaan rijden en onbewust muziek opnemen. Dus dat zijn wel hele interessante zaken om naar te kijken. Ja. Tegelijkertijd zeg ik wel, als je je daarin verdiept, is het ook wel weer heerlijk om dat weer allemaal opzij te zetten en weer muziek te gaan maken. Ja, het zijn totaal 2 verschillende dingen. Het zijn 2 hele verschillende dingen. Ik ben niet vergelijken, hè? Nee. Ja, ja. Ja. Ja, leuk. Wat is jouw ding meer? Het maken of het onderzoeken? Het maken, ja. Toch wel. Ben ik ook achtergekomen door muziekwetenschap te gaan doen. Ja. Want ik dacht eerst eigenlijk heel erg van, nou dat onderzoek, dat moet ik doen. Dat ligt mij heel erg. Spelen is leuk, maar. Het is de nieuwsgierigheid, hè? Ja. Die jij eigenlijk hebt. Hè? Ja, ja. Van, ja. Ik wil ook weten waarom iemand dat heeft gedaan. Ja, precies, ja. En dat heb ik heb daar een masterstudie in gevolgd. Die volg ik op dit moment van spreken nog steeds. Die ben ik aan het afronden. En gaandeweg kom je er dan ook achter van, dit is interessant, maar ik speel ook heel graag. Ja, ja. Ik ben er ook een bijjaarstudie bij gaan doen. Ik ben ook carillon gaan spelen in de afgelopen 2 jaar. Waardoor ik toch... Het klokkenspel. Het klokkenspel. Het klokkenspel. Wat bij ons nou net helemaal vernieuwd is. Precies, ja. En jij bent diegene die hier ook in de Peterskerk, basiliek moet ik zeggen. Ik speel regelmatig op het carillon hier, ja. Speel je dan ook in die toren wanneer jij wilt? Nee, in principe niet. Want het carillon is natuurlijk een instrument hoog in een toren. Het is heel hard, het is heel luid.
je kunt het overal horen. Ja. Dus als ik daar ga zitten oefenen... Vals speelt, bij wijze van spreken. Als ik de hele tijd allemaal loopjes ga zitten studeren en ik kan dat nog niet goed... Ja. Ja, dan zitten hier toch wel een hele serie mensen mij te vervloeken waarschijnlijk. Ja. Dus dat, ik heb thuis een oefeninstrument. O ja? Dat is alleen een speeltafel eigenlijk van een carillon. Er zitten geen klokken aan, maar er zitten klankstaven in. Dus xylofoontjes eigenlijk. Ach, wel leuk. Dus het klinkt als een xylofoontje, maar ik kan wel de beweging oefenen. Oh, dus dat heeft dezelfde bewegingen? Oké. Okay. Precies, ja. Maar leuk. Net zoals je thuis op een piano kunt studeren, of zelfs op een digitale piano dat je het geluid uitzet, kan ik thuis oefenen zoals ik op een carillon speel. En dan zorg ik dat ik op vrijdag, tijdens de markt, want dat is het moment dat ik meestal een uur speel, dan heb ik wat klaar om te spelen op de toren. Merk je dan ook het verschil als je nou thuis op jouw instrumenten zit spelen? Of als je nou naar boven gaat, want als je thuis goed geoefend hebt, dan denk je, nou, ik ken het. Hup, die toren in. Ja. En dan is het toch anders? Ja, want je zit natuurlijk met een instrument dat verbonden is, net zoals een orgel, aan klokken. Met heel veel mechaniekjes en draden. En daar zitten schroefjes in en weet ik wat allemaal. En een zware klok, dat kost heel veel moeite om die tot klinken te brengen. En een lichte klok niet. En op zo'n oefeninstrument is het dan hetzelfde. Ja. Precies. Oh, dat lijkt me dan toch moeilijk, hè? Dat is ervaring, denk ik. Ja, ieder instrument is aanpassen. Ja. Dat is met een carillon zo en dat is met een orgel ook. Orgels zijn allemaal verschillend. En die verschillen gaan heel ver, tot hoe groot de toetsen zijn, tot hoe je kunt zitten, of je lekker zit of niet. Ja. Hoe een pedaal ligt, waar de registers zitten. Alles is iedere keer anders. Ja. Tommy, wat doe je het liefst? Hè? Hup, de toren in of achter je orgel? Ja, dat is altijd lastig om daar iets in te kiezen. Want je kunt het niet vergelijken, hè, eigenlijk. Hè? Het zijn toch twee verschillende instrumenten. Inderdaad. Het carillon is, ondanks dat het in een kerktoren hangt, hier in een kerktoren hangt, echt een stadsinstrument. Het is een instrument wat je speelt, wat ik al zei, bij de markt. Ja. Dan speel je ander soort muziek op dan een orgel wat hier in een kerk hangt. En wat je op zondag speelt of tijdens een concert. Een concert waar mensen naar gaan zitten luisteren en die stil zijn. Dat heb je met een carillon niet. Nee. Daar luisteren mensen, waar we het net ook al over hadden, veel onbewuster naar. Ja. Als ze er al naar luisteren. Als ze er al naar luisteren, ja. Hey, nou was ik net te denken, Tommy, als je nou zo onder die grote klokken zit, heb je dan een koptelefoon op? Want dat lijkt me een herrie. Ja. Want je zit er eigenlijk vlak onder. Ja. Je zit in een cabine die wel wat geluid dempt. En in die cabine kun je ook spelen. Het is heel luid, zeker. Maar bij dit carillon gaat het wel. Kun je zonder extra gehoorbescherming spelen. Maar er zijn inderdaad torens, klokkentorens. Waar je echt gehoorbescherming nodig hebt. Ja. Jeetje. Je zit er middenin, hè? Zo'n klok daar. Oh jongens, dat is... Ik zou sowieso toch iets opzetten, voor jou ook. Ja, maar je wilt toch ook verbinding houden met het geluid, hè? Ja, maar zou je niet door het wat af te kunnen schermen, heb je dan... Ja, dat is mijn ding, ja. Heb je dan geen verbinding met het geluid? Je hebt minder. Je hoort toch minder wat je aan het doen bent. Je hebt altijd een vervorming, maar soms ontkom je er niet aan. Ja. En soms heb je ook gewoon geen zin om dat harde geluid te horen. Ja. Hetzelfde heb je met sommige orgels, hoor. Soms zit je bij een orgel te spelen waar je recht in het pijpwerk zit. En dat is ook knoerhard als je erin zit. Ja, dan op een gegeven moment krijg je zin om gehoorbescherming op te doen. Maar ja, je mist toch iets van het geluid wat je aan het doen bent. Een soort directheid. Ja. Dus één keer in de week zit je in de toren. Meestal op de vrijdagochtend tijdens de beekmarkt. Als ik hier speel. Als je hier speelt. Ja. Want speel je ook nog op andere plekken dan of zo? Heb je meerdere plekken waar je speelt? Ja, ik speel nou ook regelmatig in Schijndel op het carillon. Oh. Son en Breugel, daar hebben we een toren met een carillon waar ik regelmatig speel. En in Amersfoort, waar de opleiding zit. Oké. Okay. Nou, wat men nou, net zoals in Amersfoort, dan zitten dus heel veel studenten. Die moeten allemaal gaan oefenen daar. Dus daar wordt natuurlijk ontzettend veel gespeeld in zo'n stad. Ja, daar wordt veel gespeeld. En er zijn ook maandelijks zogenaamde torenlessen. Dus dat we echt met de studenten de toren ingaan en een hele ochtend daar les hebben. Dus dat is 3-4 uur lang is het een muziekles. Dus als je daar beneden langs loopt, dan hoor je hetzelfde loopje 100 keer of zo. Dus daar gebeurt het wel? Daar gebeurt het wel. Wat ik al zeg, één keer in de maand ongeveer. Ja. En er zijn veel bespelingen. Maar de lessen zelf, van week tot week, worden natuurlijk gewoon in een gebouw gegeven met digitale klavieren. Ja. Met oefenklavieren, zoals ik er eentje thuis heb staan. Waar de rest van de stad geen last van heeft natuurlijk.
Want dat er nog zo'n opleiding voor is. Hoe lang duurt zo'n opleiding dan? Is ook een conservatoriumstudie in principe. Dus daar kun je ook 4 jaar bachelor en 2 jaar master doen. Ik doe nou een verkort traject, omdat ik orgel al daar heb je al, dan kun je... Ja, dan kun je dingen wegstrepen. Ja, leuk. Ja, want één komt het ander natuurlijk, hè? Ja, toch wel, ja. Als je in zijn orgel zit, dan pak je dat er meteen bij, denk ik, of zo. Ja, ik heb altijd wel interesse gehad in klokken, in het geluid van carillons en de techniek die daarbij gaat. Ja, Tommy, toen het carillon gerestaureerd was, toen was er hier zo'n mooi concert buiten met het concert, de harmonie en samen het carillon. Hoe was dat voor jou? Ik speel nog niet zo heel lang carillon. Het is iets wat echt de laatste 2 jaar erbij is gekomen. Dus dan krijg je al best wat op je bordje met zo'n concert, wat ook nog eens een keer heel goed bezocht werd. Nou, dat was hartstikke druk, ja. Heel veel aan de organisatie vergde ook, van alle betrokkenen en alle vrijwilligers. Dus wat mij betreft nog altijd een enorm petje af voor die mensen, want het liep perfect. Wat helemaal niet vanzelfsprekend is, als jij op 50 meter hoogte een verzameling klokken hebt hangen, daar een stel bij je diercept zitten, de mensen die het carillon bespelen, en beneden op de begane grond zit een orkest. Probeer dat maar eens gelijk te krijgen. Hier in deze kerk, de samenzang van het volk gelijk krijgen met het orgel, of van het koor en het orgel. Dat is al een hele opgave. Ja. Moet je nagaan hoe dat is als je met 50 meter ertussen zit. Ja, want hoe was dat voor jou om te doen? Dat was wel heel spannend natuurlijk. Het was heel spannend, maar ik moet erbij zeggen, ik heb niet met het orkest samengespeeld. Dus ik had het in die zin makkelijk. Ik hoefde alleen maar mijn stukjes te spelen. En de bijaardiers die wel met het orkest moesten spelen, dat was Rosemarie Seuntjes uit Eindhoven. Was dat niet die met die handschoentjes aan had? Juist. Ja. Dat heb ik gezien. Ja. Ja. Die gebruikt inderdaad... Die speciale handschoentjes, hè? Ja, oké. Ja. Die moest op een of andere manier een verbinding hebben met de dirigent beneden, met geluid, wat het orkest doet. Want het moet op een of andere manier samenkomen. En als jij boven bij het carillon zit, heb jij 0,0 contact met wat er beneden gebeurt. Nee. Dat hoor je ook niet, hè? Nee, je hoort de nagel van een orkest heel ver weg, maar om dat gelijk te krijgen. Dus daar is een hele toestand bij geweest met geluid en met beeld en met verbindingen. En het gaat mijn pet allemaal te boven hoe ze het hebben gedaan, maar het was perfect. Want zij was al iemand die al heel lang speelt of zo, heel veel ervaring zeker, of zo. Ja, absoluut. Ja. Het is haar werk en het is... een van de beste bijaardiers die we in het land hebben. Dus, ja. Het is wel leuk voor jou ook om dat nou eens zo eens mee te maken. Zeker. Hè? Ja. Het is altijd leerzaam ook natuurlijk. Het is altijd leerzaam en je gaat inderdaad denken van, we hebben dit nu kunnen doen. Dat wil ik ook. Kunnen we dit straks nog een keer doen? Ja. Kan ik dat dan gaan zitten? Ja, echt wel. Hè? Ja. Ik bedoel, het was een hele mooie avond. Het weer zat mee, alles zat mee. En dan denk je toch van, dit moet niet bij één keer blijven omdat toevallig het carillon gerestaureerd is. Dit moeten we vaker kunnen doen. Ja. Want daardoor krijg je ook weer meer leven, hè? Daardoor hou je het levend. Ja, en dat is heel belangrijk met dit soort instrumenten. Ja. Hoe hou je het levend, hoe hou je de mensen erbij betrokken? Want het gaat, dat heb ik gemerkt inmiddels, het gaat niet vanzelf. Nee. Als je er niks mee doet, dan wordt het inderdaad gewoon vergeten. En heb je daar een hele generatie mensen die er gewoon letterlijk niks van weten. Ja. Want Tommy, je zit meestal achterin op het grote orgel. Ja. Maar hier bij het koor zie ik een kleine orgel staan. Klopt, ja. En daar zit je ook op te spelen, regelmatig, of hoe gaat dat dan? Het kleine orgel hier, het zogenaamde koororgel, dat wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt om het koor te begeleiden. Het Petrus Koor zingt hier iedere week op zondag. Maar we hebben door de week natuurlijk andere koren die zingen met uitvaarten of met andere vieringen. Daar kom jij speciaal voor dan ook? Ja, als je kunt spelen, dan ben ik er. Ja, zeker. En het koren begeleiden, dat gebeurt in principe beneden met dit orgel. Het is een kleiner orgeltje. Het komt uit 1958, is het gebouwd. Maar is ook een heel fraai instrument en een heel handig begeleidingsinstrument om de zang te begeleiden. Ja. En ik wissel dat op een zondag af met het grote orgel. Dus ik loop een paar keer op en neer. Tijdens de mis? Ja, precies. Ja. Tommy, en wat is jouw... voor jou zelf het fijnste om te oefenen, is dat het grote orgel of is dat orgel? Het zijn twee eigenlijk onvergelijkbare instrumenten. Dus je zit op allebei? Ja. De ene keer daar en de andere keer daar? Kijk, het smidsorgel boven is, wat we dan zeggen, volledig mechanisch. Behalve dat houdt in? Dat de verbinding naar de pijp van de toets is alleen maar mechaniekjes.
hier beneden komt er een deel elektronica bij kijken. Daarom staat hier de speeltafel, die staat waar ik speel. Die staat op een zekere afstand van het orgel, dat kan. Want er zitten gewoon elektronische leidingen onderdoor. God, ja. Maar dat merk je dus ook in hoe het is om die knoppen in te drukken. Als jij een elektrische verbinding... Ja, het is veel lichter. Dat is licht, ja. En een mechaniek boven, dat voel je. Dus dat is, zeker dit orgel is hard werken. En dat is hier beneden zeker niet. Hoezo hard werken? Dat je moet echt kracht moet zetten? Je moet echt best veel kracht zetten om het toets naar beneden te krijgen. Hoe is dat voor jouw vingers en jouw gewrichten en zo? Gaat dat goed? Ja, nou kijk, een deel is speeltechniek. Je past je speeltechniek erop aan. Maar ik zeg er ook meteen eerlijk bij, ik zit regelmatig met een blessure. Ja? Als ik weer te lang door ben gegaan, te zware stukken heb gespeeld, dan merk je het. En dan is het weer een paar dagen lig je eruit. Maar je hebt geen speciale... Toch heb ik daarmee ook ooit wel eens gezien dat iemand een soort beschermers aan had. Ja, als je het bij... Van die leren beschermer, kan dat niet? Ja, wat je nou doet is carillon. Dus dat is iets... natuurlijk, dat is carillon. Carillon speel je zo, met de vuist inderdaad. En dan heb je wel iets aan, of ook niet altijd? Nee, ook niet. Ik heb hier nou een eeltlaagje zitten, want dan raak je de toetsen mee. Het kan, er zijn bijaliers die het doen. Maar bij een orgel ben je natuurlijk gewoon met je vingers bezig, net zoals een pianist. En daar kun je toch vrij weinig aan. En je voeten, gebruik je die ook? Je voeten gebruik je ook, zeker. Allebei? Ja. Allebei. Dus je hebt ook nog een hele reeks... Inderdaad. Het orgel heeft een zogenaamd voetklavier. Ik weet niet of je weet, een piano heeft ook pedalen. Twee toch, hè? Twee of drie, afhankelijk van het type piano. Maar die maken geen geluid verder. Die beïnvloeden het geluid van de snaren. Ze maken ze langer of zachter. Bij een orgel heb je een hele reeks met pedalen. Gewoon als een klavier, dus als een toetsenbord. Zoals je het voor de handen doet, maar dan voor de voeten. Dus dat kunnen er tot 32 verschillende pedalen zijn. En die zitten gewoon gerangschikt, zoals witte en zwarte toetsen op een piano. Oh ja? En die maken ook echt een toon. Dus daar kun jij melodieën op spelen. Wat je vaak doet, is de baspartij spelen. Want dat zijn de grootste pijpen, die staan voor een pedaal. Dat zijn vaak de diepste tonen van het orgel. Maar je kunt ze bespelen zoals je ook met de handen speelt. Dus je kunt twee noten tegelijk, drie, vier noten tegelijk. Je kunt daar hele complexe dingen mee doen. Hoe kunnen jouw hersenen dat allemaal verwerken? Ik denk dat er een schroefje los zit of zo. Dat daardoor... Ja, want dat moet je wel kunnen, hè? Nou, dat is... Dat is trainen natuurlijk, hè? Ja, dat is het instrument en dat... Dat studeer je en dat is een techniek die je ontwikkelt. Net zoals een pianist met twee handen de meest prachtige dingen kan doen. Ja, een organist pakt daar zijn voeten bij. En dat ontwikkel je en op een gegeven moment gaat dat vanzelf. Hoewel het af en toe meer op dansen lijkt dan... Ja, het is bij de gym, wou ik zeggen, op die kruk waar je zit dan. Ja, waar zit je dan op? Ja, op een bank. Op een bank? Ja. Want je schuift ook op en neer op die bank. Dat is niet de bedoeling, je moet stil blijven zitten, maar je gaat inderdaad... Beetje wijdbeens op. Het gaat alle kanten op, kan alle kanten op gaan. Zeker een componist als Bach, die schrijft pedaalpartijen. Ja, dat is zo onafhankelijk, moet dat werken van je handen. Dat is heel moeilijk, ja. Dat is wel interessant, hè? Het is heel interessant en je kunt daar echt induiken. En hoe speel je het zo mooi mogelijk? En, dat blijft mooi. Ja, dat blijft mooi. Ja. Dan kan ik ook wel voorstellen dat je zoiets alleen wil doen. Ja. Want dan is het echt jouw ding met jouw muziek, hè? Ja. Om het dat op jouw manier... te boetseren dat het iets moois wordt. Hè? Je bent helemaal verantwoordelijk voor wat je aan het doen bent. Tegelijkertijd, als je fout maakt, moet je het ook zelf op zien te lossen. Ja, ja. Maar ja, goed, dat hoop je dan maar dat je daar een beetje overeenkomt. Ja. Lukt meestal wel. Maar nee, inderdaad, je beslist zelf wat je met een stuk doet. En hoe je het wil laten klinken, hoe snel je het speelt. Ja. Al die dingen. Hey Tommy, nou ben je hier dus eigenlijk in dienst, tenminste. Zo zie ik dat, hè. Ben je dan een soort ZZP'er? Ja, dat is meer mijn, want... Ja, je bent als... Ik ben freelancer, inderdaad. Ja, freelancer, oké. Okay. Ja. Maar kun je eigenlijk daar je boterham mee verdienen met dit beroep? Want het is toch eigenlijk best wel... Het is het opzoeken van veel verschillende dingen. Ja. Dus dit is één onderdeel ervan. Ja. Maar ja, daarnaast doe ik dus nu carillon. Ja. Wat weer hele andere werkperspectieven biedt. Als je zo op toren speelt die bijvoorbeeld bij een gemeente horen en een gemeente doet daar wat mee. Ja, is wel heel leuk. Dat zijn allemaal weer uren die je kunt maken. Ik geef concerten. Dat
is een onderdeel ervan? In de kerk hier natuurlijk, met orgelconcerten bedoel je? Ja. En dan komen dus echt mensen, die komen naar jouw concert luisteren. Dat is te hopen, Moet je dan een concertkaartje kopen voor zo'n concert? Nee, orgelconcerten zijn vaak nogal informeel. Niet allemaal, maar wij hebben hier in Boksel een serie van 6 tot 10 concerten per jaar. Die organiseren we met de Stichting Kerkconcerten Boksel. Dat zijn concerten door gerenommeerde organisten, soms ook door studenten. En ik verzorg zelf een aantal concerten. Wat ik dit jaar heb ingevoerd, wat wel goed werkte, was dat ik op de zaterdagmiddag, en dan is het een gratis toegankelijk concert, dan speel ik op het orgel boven natuurlijk, maar ook op het koororgel en op de 2 harmoniums die ik hier heb staan. Is het dan druk? We hebben meestal, ik denk, een mannetje of 50, 60, zoiets. Dat is voor een orgelconcert is dat vrij redelijk. Ja, ik kom. Moet je eens doen, zeker. Ik kom. Ik lijkt me toch ook wel heel bijzonder. Want inderdaad, ik ken een orgel vanuit de kerk. Ja. He, doorsnee liedjes en dan zongen we allemaal mee vroeger. Is maar natuurlijk een heel belangrijk deel van het orgel. Dat is ook prima. Ja, daarom. Dus dat weet ik helemaal niet. Dus als je nou weer een keer een concert hebt, dan wil ik graag dat weten. Dan kom ik eens uit nieuwsgierigheid luisteren. Moet je eens doen, ja. Lijkt me ook wel leuk. En zeker ook om het dan eens te zien. Hè? Ja. Als je nou zo'n concert bezig bent, Tommy, doe je dat dan helemaal alleen? Soms wel, meestal niet. Bij een orgelconcert speel je vaak toch muziek die heel veel vraagt qua klank. Waar heel veel klankverandering in moet komen. Als jij een uur lang naar hetzelfde geluid van een orgel luistert, dan weet je het op een gegeven moment ook wel. En wat ik al zei, er zitten veel verschillende klanken in zo'n orgel. Veel verschillende orkestinstrumenten, zo je wil. Nou weet ik niet of je ooit een orgel van dichtbij gezien hebt, of dit orgel hier. Maar we hebben dus die toetsenborden en dat pedaal waar ik over vertelde. Ja. En daar zitten dus een hele reeks met knoppen naast. Ja. Die knoppen, dat zijn de registerknoppen, die zorgen voor het karakter van het geluid. Dus en zo'n register, wat je net zei, is eigenlijk een familie, hè? Precies. Aan bepaalde buizen. Zeker. Zo moet ik het zien. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. En ik ben met mijn handen bezig, ik ben met mijn voeten bezig, ik probeer een partituur te lezen en ik probeer mooi muzikaal te spelen. Het is vaak heel lastig om tussendoor nog die registerknoppen te bedienen om het geluid te veranderen. Ja. Dus daarom doe ik zo'n concert vaak niet alleen. Ik heb iemand erbij nodig die heel praktisch ook van de bladmuziek de blaadjes omslaat. Maar ook die knoppen mee bedient. Ja, dus hier staat gewoon met een aantal mensen daarboven. Ja, hier staan we meestal met 2, omdat we aan 2 kanten van het klavier van de toetsenborden registerknoppen hebben zitten. En ja, het is heel lastig om voor mij langs of achter mij langs te gaan. En soms moet er aan 2 kanten tegelijk iets gebeuren. Dus je hebt daar wel 2 mensen voor nodig. Ja, en een van die 2 die slaat het voor jou ook het blad om. Ja, dus het is wel een voorwaarde dat ze muziek kunnen lezen. Ja, mag ik niet zeggen. Ja. Want wat zijn er dan voor mensen? Zijn er dan meestal jouw vrienden of zo? Ja. Maar ja, die moeten toch ook wel een beetje verstand hebben van muziek, denk ik. Precies. En ook van het orgel. Precies, het zijn vaak collega-organisten. Oh zo, ja. Ja, en dan repeteren we zo'n stuk van tevoren. Ik kan hier heel goed laten zien hoe dat gaat. Ik heb hier allemaal gekleurde plaatjes in het boek zitten met nummertjes erop. Dit heb ik allemaal erin gezet terwijl ik hier bijvoorbeeld 's avonds laat aan het studeren ben geweest en die klank heb uitgezocht. Wat klinkt nu het beste voor dit stuk? Die nummertjes die horen bij die registerknoppen, die zijn genummerd. En daardoor weet dus de registrant, zo noemen we zo iemand, van oké, als die noot klinkt, dan moet ik register 15 bijtrekken. Ja, en dat... Of wegdoen. Dan trek je dat uit of je trekt hem in. En dat is altijd maar 1 stand. Je kunt niet denken, we moeten maar 3 centimeter of 4 centimeter. Orgel inderdaad is het gewoon in of uit. Je hebt orgels waar je inderdaad halve registerstanden hebt. Dat komt eigenlijk nooit voor. Het is in of uit. Ja. En dat bereid je dan voor met die mensen. Want ze moeten inderdaad weten van hoe gaat het stuk nou eigenlijk en op welk moment moet het. Ja. Dus daar komt nog wat voorbereiding bij. Ja, daar komt nog wat. En zo'n mensen die ken jij natuurlijk, zijn zo collega's. Ja. Doe jij dat dan ook voor hun? Ja. Als hun een concert hebben, dan zeggen ze, hey Tommy, kom naar mij toe. Ja, het wisselt uit. Je bent soms inderdaad een half dag op pad om ergens in een of andere kerk mee te registreren. En dan moet je het inderdaad weer voorbereiden.
en het concert meedoen. Ja. Je bent mede verantwoordelijk voor het welslagen van het concert. Ja, in feite, snap ik. Een registrant die een fout maakt, dat horen mensen. Ja, dan is meteen de toon anders. Ja, ja, dat klopt. Dan wordt die ook vals op dit moment natuurlijk. Nou, vals niet, maar je kunt je misschien voorstellen als ik een fluitregister heb. Dat klinkt als een fluitje. En iemand trekt per ongeluk de registerknop van de trompet eruit. Een heel hard toeter, dat dwars doorheen. Ja, dat ga je horen. Dus dat wil je liever niet. Gebeurt dat wel eens? Dat gebeurt zeker. Ja. Oh, Joost, ja. En dan? Dan is er een enorme schrikreactie bij iedereen die boven bij dat orgel zit. En een soort... Iedereen is klaar wakker, heel alert. Een soort noodingreep in een cockpit meteen met... Dat zijn momenten die kun je niet voorbereiden, maar dat... Maar is dat dan het inkakken van zo iemand? Want er zijn dan toch wel fouten die je maakt, want het staat er gewoon bij. Het staat er gewoon bij, ja. Dan word je 10, dan word je... Maar ja, als jij zo'n tros met knoppen hebt zitten... Ja, kan je wel eens een keer... En dan moet in korte tijd heel veel gebeuren. Ja, dan maak je fouten, bedoel, blijven allemaal mensen. Dus dat is de wenselijke factor, hè. Hoe is dat dan daarna? Zeg je dan wel niet van, potverdikkie? Nee. Dan zeg je, hey maat, goed gedaan. Is, ja, echt waar? Ja, dat is, daar lach je op. En, ik bedoel, het gebeurt. Het gebeurt bij iedereen. Het gebeurt bij de grootte der aarde ook nog wel, hoor. Dus, Maar je maakt het ook allemaal wel menselijk, hè? Precies. Toch? En dat moet ook. Ja, dat moet ook, want anders wordt het allemaal te perfect en zo. Nou, je hebt tegenwoordig natuurlijk computers die dat doen. En dan druk je op een knopje en dan komt de volgende registerstand. Het is wel makkelijk, maar ook computers kunnen fouten maken, kapot gaan en weet ik wat. Tommy, wat was nou dat andere instrument wat je net noemde? Ah, het harmonium, ja. Harmonium, oké. Ik heb hier twee harmoniums staan. Ja. En een harmonium, dat is een klein instrument. Het wordt wel eens een traporgel genoemd. Maar het heeft in feite niet veel van doen met een echt orgel met pijpen. Het brengt zijn geluid op een andere manier voort. Ongeveer vergelijkbaar. De klank is vergelijkbaar met een accordeon of bandoneon ook. Je trapt op twee pedalen, waardoor je dus lucht krijgt. Er zit een toetsenbord boven, zoals bij een piano. Er zitten registerknopjes, zoals bij een orgel. Ja. Waarbij je dus klank kunt maken. En dat heeft een heel karakteristiek geluid. En... het aardige van het harmonium is dat het eigenlijk in de eerste helft van de 20e eeuw was het een heel populair instrument. Bijna iedereen had zo'n ding staan. Thuis gewoon, okay. Ja. Het was zeker in de protestantse kringen was het heel populair als een soort surrogaat orgeltje thuis om psalmen bij te zingen. Helaas hebben daar diverse mensen ook enorme jeugdtrauma's aan overgehouden. Ja, van al dat moeten. Ja. Oh ja. Als je soms mensen dan spreekt uit die kringen en je zegt ik speel harmonium. Ze zeggen, psalmenpomp. En cirkelzaag des geloofs is ook zo'n mooie term die ze ervoor hebben. Die mensen die krijgen koude rillingen als ze zo'n apparaat horen. Ja, want die waren toen nog heel jong en die moesten meezingen. Moesten. Ja, het is daardoor ook een beetje verguisd. Het is in de jaren 50, 60 vervangen door elektronische orgels. Hammond-orgels en zo kwamen toen. Maar de laatste jaren zie je een beetje dat het weer aan het terugkomen is. Waarom komt hij dan weer terug? Ja, dat is niet uit te leggen. Dat komt ineens weer zo'n beweging van, precies, van organisten die denken van... Hé, maar eigenlijk heeft dat instrument ook zijn kwaliteiten. Is dat ook zo? Ja. Vind jij dat ook? Ja, zeker. Ik heb me er ook redelijk in verdiept. Het is misschien belangrijk om te zeggen dat de harmoniums die mensen vroeger thuis hadden... en die misschien nu denken van, hadden wij ook... Hebben wij misschien zelfs nog wel. Dat wezenlijk andere instrumenten zijn dan de harmoniums die ik hier heb staan. Dit zijn zogenaamde drukwindharmoniums. Dat zijn echte concertinstrumenten. Die in de 19e eeuw gebouwd werden, vooral in Frankrijk, voor salons. Om huiskamerconcert of zo? Of? Ja, maar dan niet echt in een huiskamer, maar echt in de goede salons. Hè? Nee. Les salons. Ja, daar stond een vleugel en daar stond een harmonium. En daar kon je beroemde opera-aria's uitspelen of zo. Of vlotte speelse muziekstukjes. En later is dat instrument echt meer richting kerk gegaan. Maar de harmoniums die ik hier heb staan, die zijn echt nog echt saloninstrumenten. En dat is ook de voornaamste kracht van die. Maakt het ook hetzelfde geluid als een accordeon dan? Het is heel erg vergelijkbaar, ja. De meeste mensen die deze harmoniums ook horen, bijvoorbeeld tijdens die zaterdagmiddagconcerten, zeggen, goh, het is net een accordeon. Oh. Ik voel me zo in Parijs. Ja? Ja. Ik wil eigenlijk wel eentje zien en horen, kan dat? Ik heb er twee hier naast elkaar staan. Oh, zullen we dat gaan doen? Zullen we dat eens doen? Ja, dat vind ik keileuk. Strak plan. Ja, helemaal goed. Sorry.
Wat is nou eigenlijk jouw toekomst? Wat zijn jouw toekomstplannen? Ja, toekomstplannen is voor mij altijd een lastig punt. Want als ik denk van, als ik nou 2 jaar geleden had moeten zeggen wat ik nu op dit moment aan het doen ben. Had niemand verwacht en jij ook niet. Dan had ik, nou, was ik met Carol Jong begonnen. Nee, dat was ik toen helemaal niet mee bezig. Muziekwetenschap was ik helemaal niet mee bezig. Dat is met dit vak nu natuurlijk, het is de realiteit. Als je organist wordt, dan kies je anno 2017, 18 voor een onzeker bestaan. Ja. Ja, want wat het nou ook is, een orgel staat dikwijls in een kerk. Ja, ja. Dus je bent ook weer afhankelijk van dat de kerk blijft bestaan. Ja, en dat het open blijft, dat er mensen komen. Ja. En, want ja, dat lijkt me ook wel spannend. Ja, nou maak ik mij daar hier niet direct zorgen over in deze basiliek. Maar er zijn inderdaad orgels, monumentale instrumenten die in een gesloten kerk staan, waar nooit meer iets mee gebeurt. En de beroepsorganist, ja, dan ben je je baantje kwijt, hè? Dan houdt het op. Wat ik op dit moment probeer is toch zoveel mogelijk verschillende dingen te combineren. Ja, een brede vlak. Ja. Precies, van alleen orgel spelen kun je niet bestaan, maar het kan wel een onderdeel zijn. Ja, snap ik. Ja. Ja. En hoe vind je dat om altijd in de kerk te zitten? Maakt dat voor jou niet uit? Nee. Nee, ik want ben het is altijd in de kerk, hè? Tuurlijk. Meestal wel, ja. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk altijd helemaal mooi, hè? Ja. Ja, mooi is om, om zo te kijken van, ja, we zien wel wat er gaat gebeuren. Ja, je kunt toch niet alles plannen. Dus ja, ik hou het ook maar gewoon open en ik denk, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ja, want Tommy, zou je ook les kunnen gaan geven? Net zoals je zegt, ik heb muziekwetenschappen gestudeerd. Je kunt dan bijvoorbeeld ook als muziekleraar op een school gaan werken, of is dat niet? Of is dat niet jouw... Dat zou kunnen, maar inderdaad, wat je denk ik al op aanstuurt, het is niet helemaal mijn... Nee, jouw ding. Mijn ding, nee. Maar ja, of privé lessen. Ja. Dat kan natuurlijk wel. Zeker. Nou is het met orgel natuurlijk in deze regio zo dat er niet heel veel mensen zijn die denken van, goh, ik ga eens orgelles nemen. Ja. Dat zou mooi zijn als dat weer eens ging gebeuren. Maar zeker, ik geef les erin. Dus, ja. Het is eigenlijk een beetje een vergeten instrument, hè? Bij de grote bevolking, vind ik. Hè? Op scholen, bij kinderen. Ja. Want voor hetzelfde geld zit er zo'n aapje, net zoals jij, die denkt, wauw, ik wil orgelles. Precies. Daarom zie je ook steeds meer initiatieven. Wij gaan in Schijndel nou met een stichting iets opzetten om inderdaad de schoolklassen weer eens langs zo'n orgel te laten komen. Want je ziet inderdaad bij 30, 40-jarigen, die generatie weet gewoon totaal niet dat er een orgel in de kerk staat, wat het überhaupt is. Ja. En ja, dat er dan inderdaad zo'n zonderling figuur zoals ik tussen zit, die toevallig daar weer helemaal voor gaat. Ja, dat is natuurlijk een uitzondering. En wat mijn ervaring wel is als je kinderen bij een orgel of een carillon laat, ja, het is zo'n wonderlijk geheel van mechaniekjes en van geluidjes. En ja, geweldig. Het spreekt altijd aan. En zeker in zo'n ruimte ook. Het is het totaalpakket, hè? Ja. En zeker als je het ook uitlegt, dan gaat het ook meer leven bij een kind. Precies. Hè? Ja, eigenlijk moesten ze het in Boxlong doen. We hebben zat lagere scholen. En die staan toch dikwijls wel open voor die soort dingen. Precies, ja. Het is een vergeten onderwerp, denk ik. Ja, het wordt... inderdaad. Het komt niet zomaar vanzelf... Nou, wie weet. In de lesprogramma's, nee. Het was een mooi gesprek, Tommy. Ik ben helemaal nieuwsgierig naar jouw concert. En ik kom een keer kijken op een zaterdagmiddag. Nou, hartstikke fijn. Ik ben echt wel heel nieuwsgierig daarna. Ook omdat ik er heel weinig van af weet. En ik vond het een mooi gesprek. En ik wens je heel veel goeds. Nou, dankjewel. En tot gauw. Nou, dankjewel. Dankjewel. Thank you.